Hoi iedereen, leuk je weer kijken naar al deze games. Vandaag ga ik de Sims 4 One Color Challenge doen. En je zou je misschien afvragen, Bo, wat houdt dat in? Deze challenge is ingestuurd, in de reacties dus ingestuurd door Laura. En het houdt in, dat ga ik jullie nu uitleggen, dat ik mijn Sims poppetje ga maken. Nou ja, mijn Sims poppetje is al gemaakt, maar de kleding en zo moet ik dus nog doen. En het houdt in dat ik alle kleding in dezelfde kleur moet doen. Dus ik moet een poppetje zo mooi mogelijk maken en alles moet in dezelfde kleur zijn. Alles, behalve de huidskleur. Dus ook de make-up en de ogen. Nou, ik weet niet of dat kan. Maar in ieder geval, zoveel mogelijk moet gewoon allemaal in dezelfde kleur zijn. Dus doe alvast een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En laten we beginnen. Oké, ze heeft eventjes geen kleding aan. En mijn poppetje heet Crystal Royce. Roy, ja, het voelt wel grappig eigenlijk. Ik heb deze gedownload uit de galerij. En ze heette Chris Royce. Maar ik heb er Crystal van gemaakt. Dat vond ik iets meisjesachtiger. Nou ja, de eigenschappen. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want we gaan nu haar... Ja, maken zeg maar. We gaan alles in één kleur doen, jongens. Ik zat te twijfelen, want... bijvoorbeeld als we zwart zouden kiezen. Zwart, dat is eigenlijk altijd wel goed. Ook al ga je gewoon een hele zwarte outfit, dat is eigenlijk altijd wel goed. En met andere kleuren, zoals bijvoorbeeld bruin, ja, zou ook kunnen. Maar ik weet niet of dat leuk is. Ik vind trouwens haar gezicht echt super mooi. Ik ga het ook echt gewoon zo houden. Het is echt pretty. Maar we kunnen ook gaan voor helemaal wit. Dat zou ook kunnen. Dat zou ook grappig zijn. Of helemaal wit. Dan kunnen we misschien ook wel dit haar doen. Of we kunnen gaan bijvoorbeeld helemaal blauw. Maar dat vind ik denk ik weer iets te gek. Dus ik wil gaan voor of helemaal zwart. Of helemaal wit. Ik denk dat ik kies voor helemaal wit. Want zwart vind ik eigenlijk wel iets te makkelijk. Want zwart dat staat al snel allemaal goed bij elkaar. Dus ik ga voor helemaal wit. Oké. Ik vind dit haar een beetje meer zilverblauwachtig. Dus ik ga dan voor dit haar. Dat is niet helemaal wit natuurlijk. Maar op zich dat vind ik niet zo erg. De wenkbrauwen, ja, die moeten dan eigenlijk ook deze kleur. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. Dus ik wil ze echt heel graag zo houden. Dus ik ga dat denk ik gewoon doen. Ik vind dit veel mooier. Nou, dit dan eigenlijk. Dit is wel veel mooier. Ik ga dit wel gewoon zo houden. Anders dan vind ik het niet leuk. Dus, oké, de make-up. Oh my god, moet de wing dan ook in het wit? Nee, dat meen je niet. We moeten witte make-up doen, jongens. Oh, maar dit is heel erg. Had ik toch maar zwart gekozen. Oh my god. Nou, weet je, dan doe ik gewoon geen oogschaduw. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon. Een witte eyeliner, is dat er überhaupt? Oh ja, dat is er. Oh my god. Nee. Nee, oké. Is het goed als ik dit gewoon zwart hou? Oké. Laat ik de make-up en zo gewoon allemaal wel normaal doen. En de rest wel wit doen. Want anders dan wordt het echt gewoon niet mooi. Dus het moet ook wel een beetje mooi worden. Kunnen we ook witte lipstift doen? Nee, dat is er niet echt. Maar dat is wel een beetje lichte lipstift. Oh, wat hebben de lippen een rare vorm. Oh, what the hell? Oké. Laten we dan wel gewoon een lichte lipkleur in ieder geval doen. Dat lijkt me dan wel een goed plan. Ik ga voor dit. Ik weet niet of het echt een kleur is. Het is meer een soort lipgloss. Oké, nou dan is dit af. En dan gaan we nu aan de outfit beginnen die we helemaal in het wit gaan maken, jongens. Helemaal wit. Echt helemaal wit. Oké. En dat dus bij elke outfit, hè. Laten we eens beginnen. Nou, we hebben hier die gekke bodysuit met dat gekke op de achterkant. Op zich is dit wel een mooie, ja, een mooie bodysuit. Dus ik ga misschien wel voor deze. Oh, wat is dit voor jurk of broek of wat is het? Rok. Geen idee, hoe kom ik daar nou aan? Oh, die is van kampvuur. Oh, is dat nieuw? Oh, blijkbaar voegen ze nieuwe dingen toe in de Sims of zo. Ik wist niet dat ze dat deden, maar oké. Oké, helemaal wit. Nou, dit rokje is wel wit, maar niet dezelfde kleur wit. Dan gaan we dat probleem weer krijgen natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook verschillende kleuren wit. Nee, deze broek wil ik al helemaal niet. Even kijken. Oh, dit is wel mooi. Ja, ik vind dit wel mooi. Maar misschien moeten we toch nog even verder kijken. Maar ik moet ook weer niet te lang kijken, want jullie kennen mij. Ik ben altijd heel lang bezig met mijn Sims poppetjes. I know, het is vreselijk. Maar ja, oh, dit is ook mooi. Maar dit is misschien iets te gek, want het is wel een alledaagse outfit. Dus het moet ook weer niet te heftig worden. Kijk, welk rokje had ik nou? Deze. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Oké, laat ik dit even zo houden. Maar ik kan natuurlijk nog verder kijken. Hier heb je ook, maar dit is weer niet helemaal wit, hè. Hier zitten ook andere kleuren in. Ja, hier zitten ook andere kleuren in. Maar dat is ook wel een beetje onmogelijk om dat tegen te gaan, denk ik. Waar is mijn bodysuit nou? Want mijn bodysuit is hier. Of, nou ja, we kunnen wel iets vinden wat helemaal wit is. Maar wordt het dan nog wel mooi? Misschien dit broekje. Oh, dit is eigenlijk wel leuk. Ik ga denk ik dit houden. Ja, het is niet dezelfde kleur wit. Maar ja, dat is nou eenmaal gewoon heel lastig om te vinden.
Schoenen die helemaal in het wit moeten. Oké, dat wordt wel lastig. Want meestal zijn de zolen en zo, die zijn al bruin, bijvoorbeeld. Hier zitten sowieso witte schoenen bij. Kijk, nou, dit zou sowieso een optie kunnen zijn. Maar ik geef niet op. Ik ga nog verder kijken. Deze zijn ook helemaal in het wit natuurlijk. Dit is ook leuk. Ja, dit is ook wel leuk. Misschien ga ik wel gewoon voor dit. Ik denk dat ik gewoon voor dit ga. En ik zie hier al een ring die niet in het wit is. Nou, dat mag natuurlijk niet. Hupsakee, witte ring. Doen we nog een witte ring? Ja, we doen gewoon nog een witte ring. En nog een armband. Een witte armband, ja. Nou, kijk eens aan. Het is helemaal in het wit. Het is een heel simpel outfit, vind ik. Maar ik vind het wel gewoon oké eruit zien. Kunnen we niet zoiets toevoegen? Kijk jongens, dit is echt super leuk. Dat heb ik gedownload. En kijk dan hoe leuk. Het past hier dan niet echt bij. Tenzij het in het wit helemaal is. Nee, er is niks helemaal in het wit. Maar kijk nou, dit is toch super leuk. Bij sommige outfits is dat echt super leuk. Maar nee, bij deze niet. Een panty gaan we niet doen. Sokken. Kunnen sokken nog toevoegen. Ja, weet je. Ja, we doen gewoon die sokken ook. Oké, nou, dit is af. Dan gaan we nu naar de formele kleding. Die, ja, drie keer raden. Helemaal in het wit moet zijn. Oké. Ik denk dat dit wel makkelijk moet zijn. Want ja, gewoon een... Ja, dit moet het doen zijn. Laten we eens even gaan zoeken. Een formele outfit in het wit. Oké, het probleem hierbij is een beetje dat de witte dingen ook allemaal gouden detail hebben. Zoals je hier ook ziet. Eigenlijk alle witte dingen, die hebben ook andere kleuren er doorheen. En dat vind ik wel een beetje jammer in dit geval. Ja, dit waarschijnlijk niet. Nee, dit is bijvoorbeeld wel helemaal wit. Nou, dit zou een optie kunnen zijn. We kunnen ook eventjes hier kijken. Maar ik wil denk wel voor een jurkje gaan. Ik ga dan denk ik voor dit jurkje wat ik nu heb. Dat vind ik dan denk ik toch het leukst. Witte schoenen moeten er natuurlijk bij. Nou, dit is sowieso een mooie optie. Dit zou ook kunnen. Ik ga denk... Nee, dan zou ik toch denk ik eerder voor deze gaan. En eens even kijken. Is er nog iets anders leuks? Ja, gewoon dit. Maar dat vind ik weer te saai. Of dit misschien... Nee, dit is niet wit. Dit is zilver. Oké, dit vind ik wel gewoon witte schoenen. Dus ik ga dan voor dit. Nou, de armbanden. Drie keer raden welke kleur. Wit, ja. Wel grappig eigenlijk om dit te doen. Ik bedoel, je kan eigenlijk nog best wel leuke dingen maken. Gewoon helemaal in het wit. Is dit wit of zilver? I don't know. Ik doe het wel gewoon weg. Dit is wel wit, hè? Ja, oké. Nou, is dit niet pretty, jongens? Ze is echt zo pretty. We kunnen ook wel eventjes bij deze outfit misschien een ander kapsel doen. Misschien is dat een leuk idee. Ik heb geen idee of het een leuk idee is. Maar we kunnen tenminste even kijken. Misschien iets van een staart of zo. Weet je wel, iets wat een beetje omhoog staat. Beetje fabulous. We zoeken hoor. Waar staan die haarstijlen nou allemaal? Ik kan het gewoon weer niet vinden. Die met dat diamantje erbij, weet je wel. Dat een beetje fabulous is. Oh, hier. Kijk eens aan. Nou, dit bijvoorbeeld. Nou, dit is misschien wel leuk. Oh, kijk nou hoe leuk. Ja, dit vind ik denk ik wel leuk. Ik ben wel heel snel tevreden vandaag. Dit is bijna de No Going Back Challenge. Ik kies echt bijna overal één ding en dan ben ik al tevreden. Dat gebeurt zelden. Maar nu kunnen we tenminste ook oorbellen toevoegen. Dat is misschien ook wel leuk. En lastig, want ja, wat is helemaal wit? Kijk, dit is... Ja, dit is ook zilver. Wit, zilver, ja, hoe noem je dat? I don't know. Oké, ik ga denk ik voor deze oorbellen. Dus haar formele outfit is nu ook af. Ik vind het eigenlijk serieus best nog wel leuk. Dit is haar sportkleding. Oké. Nou, dan gaan we hier ook natuurlijk weer alles in het wit doen. Nou, dit valt al af, want dit heeft een blauwe bandeau eronder. Dus dat valt helaas af. Even kijken. Dit is meer grijs, vind ik zelf. Dit is ook meer grijs. Ja, het is wel... Ja, ik weet niet of ze... Of dit... Nou ja, het is wel wit, maar het is ook grijs. Dus nee, dat vind ik dan... hoe heet het? Meetellen. We kunnen gewoon dit shirt doen. Dat is wel een beetje saai misschien. Anders kunnen we gewoon zo'n topje doen. Oh, dit is blauw. Dit is wit, oké. Nou, ik denk dat ik gewoon voor zo'n topje ga. En dan misschien zo'n broek erbij of zo. In het wit. Oh ja, die is wel helemaal in het wit, gelukkig. Nou ja, je hebt wel een beetje grijze tinten er doorheen. Ja, nou ja. Ja, ik wil wel helemaal wit. Hier, dit kan ook. Maar ik vond deze broek eigenlijk wel veel leuker. Maar oké, ja, we moeten wel helemaal wit blijven natuurlijk. Dus ik ga dan denk maar voor deze. Tenzij dit nog... Leuk is. Nee, dit is ook allemaal niet helemaal in het wit. Nou, dit ook niet. Of zou ik wel gewoon voor deze gaan? Ja, weet je, het heeft wel grijzer doorheen, maar... Ja, of is dat niet eerlijk? Ik kan het nu niet aan jullie vragen. Ik ga wel gewoon voor dit. Ik blijf wel gewoon safe. Ook al vind ik het jammer, want ik vond die andere veel leuker. Maar dat maakt even niet uit. Helemaal witte schoenen. Die zitten hier volgens mij wel bij. Ja, hier zitten ze. Nou, kijk eens aan. Dit was nog redelijk simpel. Gaan we nu naar de slaapkleding. Nou, de slaapkleding hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Want de enige die dat...
ziet is zijzelf. En haar man misschien, vriendinnen, weet ik veel wie allemaal. Maar de slaapkleding is in ieder geval niet zo heel boeiend. Dus ik ga hier weer voor een simpel wit shirtje. Dit is niet wit. Nou, laat ik wel even voor een andere gaan misschien. Kijk hoor. Nee, dit hebben we niet in het wit. Jammer. Ik kan wel voor dit shirt gaan. We gaan gewoon voor dit shirt. En dan doen we er... Is er een wit broekje? Ja, dit broekje, maar er zit weer oranje bij. Potverdorie. Nog best lastig dit, om dit allemaal goed te zoeken. Maar dat lukt uiteindelijk wel. Of ik doe gewoon niks. Maar dan hebben we een roze onderbroek. Dat mag ook niet. En dan doe ik een witte onderbroek. Nou, kijk eens aan. Helemaal top. Oké, de feestkleding. Die vind ik wel lastig. Maar we gaan er gewoon wat van maken. Even kijken. Welke dingen zijn helemaal wit? Dit niet. Nee, oké. Dit wordt sowieso lastig. Wat is nou helemaal wit? Dit is wel... Oh, nee, dit is... Oh, jawel. Dit is wel helemaal in het wit. Oh, dit is misschien wel een leuk shirtje. Ja, misschien kunnen we hier wel wat mee. Even kijken wat erbij zou passen. Dit rokje misschien. Ja, dit rokje past er sowieso wel leuk bij. Oké, nou die ga ik onthouden. Dit. Oh nee, dit is allemaal niet in het wit. Oh jawel. Oh. Oh, wat de hel. Ik weet niet wat er daarmee gebeurt. Maar oké. Ik moet een beetje iets feestelijks hebben of zo. Nou, dit is ook niet helemaal wit, hè. Misschien dit rokje. Dit is wel een feestelijk rokje. Maar niet in het wit. Jammer. Echt, jongens, dit is echt lastig eigenlijk om te vinden. Hier, dit is ook niet wit. Waarom is niks wit? Waarom? Ook niet. Oké, you're kidding me. Iets moet er wel wit zijn. Hier zitten weer gouden knoopjes op, jongens. Please. Eén ding wil ik in het wit. Hier, dit. Oké, nou laten we hiervoor gaan voor deze rok. Maar dan misschien toch een andere top erbovenop. Iets meer, ja, feestelijk. Het is natuurlijk wel een feestoutfit, dus het mag ook wel een beetje feestelijk zijn. Misschien dit. Ik weet het niet helemaal of ik dit wel wil. Misschien is dit nog leuk. Nee, dat is weer te. Ja, dat is te. Oké. Ik praat echt tegen mezelf hier zo. Ik vraag echt iets en jullie kunnen natuurlijk geen antwoord geven. Dus ik geef mezelf maar antwoord. Oké, dat is een beetje vreemd, maar het maakt niet uit. Welke had ik nou net? Deze. Ja, ik ga dan toch maar voor deze. Ik bedoel, ja, het is niet heel speciaal. Maar ja, we kunnen ook niet zoveel. Want alles moet in één kleur zijn. Dus het is gewoon... Het is gewoon lastig. Het is gewoon echt lastig. Maar we komen er wel. We zijn al bijna klaar zelfs. Oh. Nou, ik ga dan toch maar voor deze armband... En even kijken. Nee, niet deze armband. Deze dan maar. Kunnen we ook nog bijvoorbeeld een ring toevoegen in het wit. Bijvoorbeeld deze. Zo, helemaal leuk. De schoenen vergeet ik bijna. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Ik kan nu misschien wel voor deze gaan. Nee, ik vind ze eigenlijk toch niet zo heel mooi. Ik weet niet wat met de schoenen is. Ik vind ze wel iets hebben, maar ook weer net niet of zo. Ik weet niet of jullie dit begrijpen. Deze dan maar. Ik kan voor deze gaan. Of ik ga gewoon weer voor diegene die ik net ook had. Die vond ik eigenlijk ook wel heel erg mooi. Hier, dit is weer niet echt wit en zo. Ik ga denk ik gewoon weer voor deze. Deze had ik net ook. En die vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Vind ik hier ook op bij passen. De formele kleding. Ja, het lijkt wel een beetje op elkaar. De feestkleding en formele kleding. Ik heb ook dezelfde sieraden gebruikt zie ik nu. Oh nee, niet helemaal. Wel bijna. Nou, ik laat het haar hier gewoon zo. Gaan we nog even naar de bikini. We zijn al bijna klaar, jongens. Eens even kijken. Nou, ik hoef het natuurlijk niet moeilijk te doen over de kleuren. Want we gaan gewoon simpel dit kiezen. Zo, een witte bikini. Nou jongens, dit was best wel een leuke challenge om te doen. Wacht, ik kan natuurlijk nog een armband of zo toevoegen. Hier, helemaal leuk. Oké, nou, Crystal Royce is af. En dit is haar outfit geworden. Ik twijfel nu toch over de schoenen nu ik het zo zie. Misschien moet ze wat kleinere voeten. Misschien lost dat het op. Ik heb geen idee. Ik vind de schoenen een beetje... Meh. Ik vind de schoen echt een beetje meh nu ik er ineens naar kijk. Ik weet niet waarom. Ik denk dat we dan toch maar voor dit gaan misschien. En dan de sokken natuurlijk weg. Want dat kan echt niet. Zo. Ja, ik denk dat ik dit toch iets beter vind. Nou, dan mogen de voeten wel weer iets groter. Zo. Oké, nou dit is haar allerlaatste outfit. Oké, wacht. Nee, ik wil nog wat toevoegen. Ik wil nog een ketting toevoegen. Ja, dat mist er nog. Er miste iets in de outfit en dit was het. De ketting. Even kijken. Oh god, een hele witte ketting. Jongens, waarom moet dit zo lastig? Wie heeft dit bedacht, deze challenge? Laura, wat doe je me aan? Nee, ik weet niet of Laura hem bedacht heeft, maar ze heeft hem wel ingestuurd natuurlijk. Nou weet je, ik vind dit wel gewoon wit. Het is zilver misschien, maar ik noem dit wel gewoon eventjes wit. Want anders dan lukt het echt helemaal niet. Ik ga denk ik voor... Of ook voor dit gaan. Of voor dit. Oh, lastig, lastig. Ik ga voor het hartje. Oké, nou dit is haar alledaagse outfit geworden. En dan gaan we even naar de formele kleding. Dat is dit geworden, ben ik wel heel tevreden over. Sportieve kleding ben ik wel tevreden over. Slaapkleding, nou ja, dat is natuurlijk, ja,
valt niet zo moeilijk over te doen. Feestkleding vind ik een beetje saai. Ik had wel iets meer kleur willen gebruiken, maar ja, dat kan nou helemaal niet. En de zwemkleding, ook een beetje saai. Ik had wel meer kleuren alweer willen gebruiken, maar ja, dat kan helaas niet. Jongens, ik hoop dat jullie dit een leuke challenge vonden. En als je dit leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. Weet jij ook een leuke challenge die ik kan doen in de Sims 4? Laat dan vooral weten. En dat was dit de video voor vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien we mij de volgende keer weer. Bye bye!